Kunnen we u feliciteren? Nee. Nou ja, feliciteren dat we het niet hebben. Nou, daar ben ik wel blij mee, hoor. Want? Nou, ik heb gelezen dat geld vaak tot grote problemen leidt. Veel geld. Onderlinge ruzies, de partners, de kinderen, ze willen allemaal hun deel. Zijn buurman op de Rijksstraatweg weet al dat hij met zijn winnende postcode bijna 8 miljoen euro bruto krijgt. Wat betekent dit voor u? Ja, ongelooflijk natuurlijk. Fantastisch. Ik heb zoals u ziet een oude boerderij. Daar mag ook nog wel wat aan gebeuren, dus dat zal ook wel gebeuren. Gaat uw leven veranderen? Nee, niet heel dramatisch. Nee. Ik krijg wel meer vrienden. Dat was natuurlijk het liedje van Doe Maar, wat ik heb ook een paar keer opgezet. Als je wint, als jij wint, heb je vrienden. De helft van het totaalbedrag van 54 miljoen euro wordt verdeeld onder de andere inwoners van Glimmen met een lot. Komende vrijdag horen ze hoeveel ze winnen. Het hele dorp staat op zijn kop, dat wel, ja. Ja, dat merk je overal natuurlijk. Iedereen heeft erover. Mijn vrouw heeft een schoonheidssalon hier. Nou, iedereen vraagt, heb je loten, heb je loten? Maar ja, nee, helaas wij dus niet. U heeft geen loten? Nee, geen loten. Dus nee. Dus ik denk bij de buren moet zijn. Ja. Weet u al wat u gewonnen heeft? Geen idee, we gaan het vrijdag horen. Wat gaat u met het geld doen? Hondenbrokken kopen. Baalt u nu niet enorm? Nou, nee, niet echt hoor. Ja, goed, achteraf misschien, maar goed. Gaat het dorp veranderen? Ik zit op de voetbalclub en heeft ongeveer de helft heeft een lot en de andere helft heeft geen loten. Ja. Dus we gaan het zien. Ik hoop het niet. Ik hoop dat iedereen elkaar gewoon hetzelfde blijft aanspreken zoals het nu ook weer zo is.